En regent weer voor de verandering. Nou ja, het is droog. En ik loop nou in de grootste mall van Patong. Zo, niet aan mij besteed. Ik heb hier een boot voor me, dus die zal ik even voor jullie filmen. Ik had er wel gehoord dat het deze kant ook in de noot zat. Maar helemaal zelf druk hier gewoon. Oh, hier kan je je voeten even laten afkoelen. Meer groentjes en fruitjes. Oh, en hier allemaal de shrimps. Die zijn heel lekker druk. En uiteraard alle souvenirs. T-shirten. Nou ja, wat niet hè. Alles wat je kan kopen. Nou, ik ben helemaal in onderscand stukje waar in Patong. Geen idee, helemaal niet gezien. Nou, dat hoor je hier dus overal. Ja, het lijkt niet zo donker, maar het is echt heel donker. Dus ik ga toch maar teruglopen. Laatste keer aan de wandel. Het is donderdagmiddag. En nou ja, morgen gaan we weg. Dus dan hou ik het hele feest op. Ik ga even een nieuwe route doen. En kijk. En uiteraard weer even een ijsje scoren. En dan moeten we vanavond de koffers pakken. Morgen hopen we dat het nog een beetje zonnig is. Dan nog even bij het zwembad zitten. Hebben we net ook even gedaan. En dan naar huis. Ik ben even in de buurt zie om te kijken wat ze hier allemaal te koop hebben. Nou, genoeg. Ja, toch geinig. Nou, dit is even een duimpje. Ja. Vind jij er ook echt op, hè? Leuk, hè? Ja.
Oh, hier zijn we ook geweest, erachter. Nou, speciaal voor ons opgezet. Zaten we dus zo net, hè, waar die vrolijke muziek uit kwam. Nou, en dit is de grote straat met allemaal lindies. Nog even op de scooterweg en naar Kata Beach en gewoon dikke vette zon, hè? Nou, ik had niet meer verwacht, maar we zijn toch nog wel even aan de scootertocht gegaan en nou weer de andere kant op gereden. Het lijkt misschien niet zo mooi, maar het is echt heerlijk hier. Ja,
koffie, 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 koffie.